Oud-Vlaams, het West-Vlaams dialect, aan Duits in het gebied van België. Dit is het dialect van Brussel en omgeving, een soort Brabants, diep Zuid-Brabants. Voor het gedicht dat u gaat lezen, moet u op één woord letten, namelijk het woordje dop. Dat betekent niet wat u denkt, dat betekent werklozensteun. Dat is zo. Dat is een algemeen woord daar in de omgeving. En de titel van het gedicht heeft niets te maken met Geert Wilders, want het is geschreven voor Geert Wilders aan zijn Frans moeder. Ingrid. Ingrid. Onze Willy, alleen als mijn man, die is nog een garage aan bouwen, ging erachter. En in dat gat van het terras hier, daar zou een kik een struikje kunnen zetten. Ik weet ook nog niet waar daar mijn tuinkaboutertjes gaan komen. Nu staan die daar maar in de hoek. Zolang dat ons garage nog niet gereed is, hij doet er niet aan voor de rest van de tijd. Dat komt, dat is zijn werk. Het is altijd werken, werken bij de bank. Jij werkt nog eens een attack, gij, zeg ik altijd. Het is crisis, Ingrid, zegt hij dan. Als ik niet werk als zot, staat er direct een jonge gast gereed die minder kost. Wat zeg ik? 10 kind. 10 van die gasten. En ik vlieg aan een dop. Niks aan te doen. Is pas ons wat je wilt? Allee, kom, stil.